Goedemorgen jongens en meisjes van groep 4, daar zijn we weer. Het is vandaag vrijdag 3 april en we gaan eens even kijken wat er vandaag op de planning staat. Wij rekenen eerst een sommenmaker over de klok en daarna gaan we door met les 3. Een hele leuke les die je thuis kan doen. Bij taal gaan we les 4 doen van blok 7 en daarna gaan we grip oplezen doen. We hebben les 2 nog niet helemaal afgemaakt toen jullie nog op school waren, dus die gaan we vandaag afmaken. Een knutselopdracht krijgen jullie, die krijgen jullie dadelijk te zien op het bord. De challenge is er weer en natuurlijk de 15 minuutjes stillezen. Maar we gaan beginnen met de sommenmaker. Dus je mag het boekje voor je pakken. Gisteren hebben we de tafeltjes gedaan. Nu pakken we de volgende bladzijde, dus de achterkant van de tafeltjes. En daar zie je klokjes op staan. We hebben voordat alles dicht ging en tot de school dicht ging en tot jullie thuis zaten, hebben we ook kwart over en kwart voor gehad. Die komen nu ook op deze werkblad komen die aan bod. Dus die mogen jullie gaan maken. Zorg weer dat je eventjes een wekkertje erbij pakt. Maak deze bladzijde, hou even bij hoe lang je erover doet en zet dat hierboven op de bladzijde neer. Tot zometeen! Nou jongens en meisjes, hopelijk is alles gelukt bij de klokken. We gaan vandaag verder met het blauwe boek. Blok 3, week 2, les 3 op bladzijde 38. En dan ziet de eerste opdracht, die ziet er zo uit. We gaan het vandaag hebben over lengtes. Hoe groot is nou iets? En lengtes die kan je natuurlijk met je liniaal kun je die meten. Daar staan allemaal de Daar staan allemaal de centimeters op. Dus hiermee doe je eigenlijk dingetjes meten en schrijf het in centimeters op. Maar sommige dingen zijn misschien te groot om met centimetertjes te gaan meten. En dan kan je dus bijvoorbeeld een hele lange liniaal. Deze, die is precies een meter. Dus hier kan ik makkelijk meters mee tellen. Dus als ik bijvoorbeeld wil weten hoe breed is deze klas, dan kan ik dat met deze doen. Maar er is nog een manier. Misschien hebben jullie thuis wel zo'n rolmeter. Die kan je ook gebruiken. Deze is 2 meter. Dan kan ik toch al weer iets langer de dingen mee gaan meten. Hier kan ik bijvoorbeeld ook mezelf mee meten. Dat is ook wat jullie vandaag gaan doen. Maar we gaan eerst eens kijken naar opdracht 1. Bij opdracht 1 gaan we kijken welke maat hoort bij welk plaatje. Hierboven staan allemaal verschillende lengtes. 1 meter, 30 centimeter, 2 centimeter, 15 meter, 100 centimeter en 50 centimeter. Nou kan ik jullie al één dingetje verklappen. Kijken, waar is mijn pennetje verstopt? 1 meter, schrijven we zo op, is hetzelfde als 100 centimeter. Je ziet hier bijvoorbeeld de 1 meter staan en hier staat de 100 centimeter. Maar dat is hetzelfde, want dit is 1 meter, maar elk blokje wat ik hier heb, is een centimeter. Eén zo'n stukje is 10 centimeter. En als ik dus 10 keer 10 centimeter heb, heb ik 100 centimeter. 10 keer 10 is 100. En dus heb ik 1 meter. Dus 1 meter is hetzelfde als 100 centimeter. Nou, je gaat dus uit deze lengtes ga jij kiezen hoe lang zou dat, of hoe hoog of hoe breed zou dat nou zijn. Als ik ga kijken naar de fiets, van de grond tot helemaal boven aan het stuur, hoe lang zou dat zijn? Is dat dan bijvoorbeeld 1 meter? Ik heb het stuur vast. Zou best kunnen. Of is dat dan 30 centimeter?
Dat is dit. Is niet handig om zo te fietsen. Dus dan ga je eens kijken welk antwoord zou daar het beste bij passen. Zo doe je dat ook bij de andere plaatjes. Mag je nu mee aan de slag gaan, komen we zo meteen terug. Nou, hopelijk is het gelukt om de lengtes bij de plaatjes te krijgen. We gaan vandaag nog meer meten. Als eerste gaan we meten hoe lang je zelf bent. Dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld iemand vragen in huis om even mee te gaan naar buiten. Je pakt bijvoorbeeld een stoepkrijt of een steentje, daar kan je ook wel eens mee op de stoep streepjes zetten. Je gaat helemaal op de grond liggen en iemand zet een streepje bij je voeten en bij je hoofd. En dan kan je dat gaan meten. Misschien hebben jullie thuis wel ergens een plekje op de muur waar je al van baby af aan moet gaan staan. En dan wordt gemeten hoe groot je bent. Dat je steeds ziet dat je bent gegroeid. Daar kan je ook natuurlijk een streepje zetten. En dan meten hoe lang is dat. Dus er zijn verschillende manieren om jezelf te gaan meten. Bedenk maar eens een leuke manier. En laat me weten. Misschien kan je er wel een leuke foto van maken. En dan kunnen we zien hoe jij jezelf gemeten hebt. Dus dat is bij opdracht 2 de bedoeling. Je gaat jezelf meten. Ben je een meter of 3? 2 meter? Precies 1 meter? Of 0 meter? Nee. Bij opdracht 3, daar staat hoe meet je? Nou, we hebben het net al een beetje bekeken. Je kan de liniaal gebruiken. Die heeft als het goed is iedereen in zijn laadje. Deze heeft denk ik niemand thuis. Dus die kan je eigenlijk niet gebruiken. Maar misschien heeft papa of mama wel een rolmeter. Of misschien doet mama wel eens dingetjes maken. Heeft ze in de naaidoos, heeft ze zo'n lintje waar je ook mee kan meten. Die kan je misschien gebruiken. Maar natuurlijk kan je altijd je liniaal gebruiken, want dan kan je gewoon 30 centimeter en dan stop je daar je vinger en ga je zo doormeten dat je de goede lengte hebt. Ga verder met opgave 4 en 5 op pagina 47 van je werkboek. Dan kom je bij opdracht 4, kom je deze tegen. Hoe lang zijn de planken? Nou, je ziet maar een klein stukje van de planken, want anders past het helemaal niet in het boek. En je ziet hier die rolmeter die ik net ook vast had. En daar zie je hier zo, zie het einde van de plank. En dan moet je op die rolmeter gaan aflezen hoe lang is die plank nou. Dit zijn allemaal centimeters. Staat hier ook achter de plank, dus je gaat lezen. Hoe lang is die plank? Hoeveel centimeter is die? En dat doe je ook bij die andere 3 planken. Als we dan gaan kijken naar de volgende opdracht, opdracht 5, dan vul in en ga meten hoe lang alles is. Dus als we gaan kijken, het hele lichaam, die had je misschien al gemeten. Ja, want die hebben we bij opdracht 2 gemeten. Dus hoe lang ben jij helemaal van je voeten tot aan je hoofd? Dan B, de arm. Dus van je schouders tot je vingertopjes. Hoe lang is dat? Hoe lang is je been? Hoe lang is je romp? Je romp is van je schouders tot je heupen. Hoe lang is jouw voet? Hoe groot zijn je voeten? En dan mag je zelf nog 4 andere dingetjes bedenken van jouw lichaam die je kan gaan meten. Misschien hoe breed is je mond, hoe lang is je neus, hoe lang zijn je vingers. Dus kijk maar zelf welke 4 je daar nog wil invullen. Heel veel succes ermee en dan komen we dadelijk terug voor de volgende instructie. Nou, daar zijn we weer. Als het goed is hebben jullie rekenen helemaal af kunnen maken. Mochten er vragen zijn, kan je altijd mailen en dan proberen wij zo snel mogelijk natuurlijk jou te helpen. We gaan door met taal en je mag voor je pakken bladzijden 60 en 61. Dat is les 4 van blok 7. En jullie hebben, maandag geloof ik, hebben jullie het al gehad over
hoe je moeilijke woorden kunt gaan uitleggen. En daar hebben we het vandaag weer over. Als we gaan kijken op bladzijde 61 bij de uitleg, daar staat: moeilijke woorden kun je uitleggen met een zin, maar je kunt ook een plaatje gebruiken. Dit kun je uitleggen hoe het eruit ziet, wat je ermee kunt doen en wat voor geluid het maakt. Een voorbeeldje: Kim gaat naar een concert. Dat is een voorstelling met muziek. Dus hier hebben ze beschreven wat is een concert. Dat hebben ze met woorden gedaan. Maar je kan dat natuurlijk ook op andere manieren. Dus hoe klinkt het? Hoe ziet het eruit? Daar horen nog opdrachtjes bij. Dus op bladzijde 60 en 61 mag je de opdrachtjes gaan maken. Zet het filmpje even op pauze en dan kan je lekker aan de slag gaan. Tot zometeen! Nou jongens en meisjes, daar zijn we weer terug. We gaan door met grip op lezen. En wij zijn, toen wij nog les hadden hier op school, hebben jullie het gehad over appel. Kijken of die... Oh, daar heb ik het boek niet. Ja, ik was heel slecht voorbereid. Ik had het boek niet bij me. Dus ik heb hem even op het bord gepakt. Maar deze teksten hebben we, voordat de school dichtging, hebben we gelezen. En daar hebben we ook de opdrachten mee gemaakt. Het was een stukje over de appelplukdag. Allemaal weetjes over appels. Een stukje over Karelappel. Het had eigenlijk helemaal niks met appels te maken. Maar dat had te maken met een kunstenaar. En er was een liedje over appels. Hallo? Ja, het is een beetje een vreemde dag vandaag. Ik denk dat we aan weekend toe zijn. Het is ook bijna tijd voor weekend. Maar we gaan nog heel even door. We waren bezig met grip op lezen. We hadden deze bladzijdes hadden we gelezen. Alleen hadden we nog niet alle opdrachten gemaakt. Want bladzijde 4 en 5 uit het werkboekje, die hadden we wel al gemaakt. Alleen bladzijde 6 en 7 nog niet. Dat zijn deze opdrachtjes. Lees voor jezelf de teksten in het boek nog eens goed door. En dan weet ik zeker dat deze opdrachtjes jou gaan lukken. Heel veel succes daarmee. Ja, dan gaan we nu door met het knutselen. En de knutselopdracht is voor vandaag. Ik hoop dat iedereen een wc-rolletje heeft. En anders moet je even heel vaak naar de wc gaan. Zodat je een wc-rolletje hebt. En dan gaan we vandaag dieren mee maken. Dus je mag zelf weten wat voor dier je daarvan gaat maken. Maar op internet staan ook heel veel voorbeeldjes waar je eens naar kan kijken. Als je weer op Google de pagina pakt en je doet in het zoekbalkje. Wat hebben we opgeschreven? Volgens mij dieren van wc-rolletjes. En dan kom je allemaal plaatjes tegen van dieren. Die zijn gemaakt van wc-rolletjes. Dus zoek maar eens iets, bedenk maar eens iets. Misschien heb je zelf al een idee. Misschien kan je je lievelingsdier wel gebruiken. En ga je die namaken. Dus dat is de opdracht van vandaag. Maak er een fotootje van en stuur het ons via de mail. Want dan zijn we heel erg benieuwd wat voor dierentuin we allemaal bij elkaar hebben gemaakt. De challenge... Ga maar door. De challenge van vandaag. Ga in jouw huis op zoek naar 10 rode dingen. Dus, misschien heb je nog heel veel. Misschien is mama of papa wel heel fan van de kleur rood. En heb je van alles in huis. Misschien moet je even goed zoeken. Gooi alle kasten even open. En ga er eens in kijken. 10 rode dingetjes. Heel veel succes. Nou, we hebben bijna weekend. Als laatste staat nog 15 minuutjes stil lezen. Dus pak lekker een leesboekje. Ga lekker op een plekje zitten waar je rustig kan lezen. En zet een timertje op 15 minuutjes of kijk even op de klok. Dat is het laatste van vandaag. En dan wens ik jullie alvast een heel fijn weekend. En tot maandag. Doei doei!